Vorige week nam Los Angeles een paar uurtjes bezit van een klein stukje Amsterdam. En om specifiek te zijn was het in De Smet en het ging over de jaren 70. Over Crosby, Stills, Nash & Young, over de Eagles, over Laurie Lieberman, over de Beach Boys. En de aanleiding was de presentatie van een nieuwe box cd's met boek over de West Coast muziek van toen. Nou, tijd voor een déjà vu en een rendezvous met popprofessor Leo Blokhuis. We maken de presentatie van mijn nieuwe soundboek, Sound of the West Coast. Het is een boek, een bescheiden boek, maar met vier cd's erbij, waarin ik de muziek uit de gloriedagen van Los Angeles in kaart breng. En die gloriedagen liggen wat mij betreft tussen 1965 en het eind van de jaren 70. En vanavond is de presentatie, er komt een band, er komen wat artiesten, er zullen vast wat mensen wat willen zeggen. Het is eigenlijk gewoon een mooi muziekfeest. Ik heb dit altijd heel erg mooi gevonden. Dus het is gewoon een persoonlijke fascinatie qua muziek, gewoon een smaakding. Eigenlijk is West Coast is LA en San Francisco, zo wordt het ook altijd gezien. Er zijn ook wel overeenkomsten, maar LA is wat braver eerlijk gezegd. Het is wat keuriger, het is wat meer op het liedje. Het is wat, je hoort wat duidelijker de country invloeden. In San Francisco heb je een iets druggier scene. Dan moet je denken aan Grateful Dead, Janis Joplin, Steve Miller, dat soort bands. Moby Grape komen daar vandaan. Die konden veel langer trippen. Die konden echt nummers uitrekken tot drie kwartiers in een live concert. Maar in Los Angeles is het ook wel raar met drugs, toch? Zij lusten daar wel pap van. Ik denk dat dat uiteindelijk ook het einde van de scene is geweest. Maar er is behoorlijk drugs gebruikt in Los Angeles. En, alleen je merkte dat niet zo heel erg in de muziek. Het is niet echt heel psychedelisch geworden. Of als je sec naar de muziek luistert, kijkt, dan is het, dan klinkt het wat cleaner. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing. Tot straks. Waar gaan we heen, Leon? Ik ga naar de wereld draai door. Even snel heen en weer, ben ik heel blij mee. Op tijd terug, hè, meneer? Ik ga mijn best doen. The Sound of the West Coast, 1965-1979. West Coast, Los Angeles, San Francisco. Alleen Los Angeles. Alleen Los Angeles. Ja, ik heb mijn leven lang al iets met deze muziek. En ik vond het echt ontzettend leuk om dat eens een keer zo compleet mogelijk in kaart te brengen. Is op de hele wereld nog nooit gebeurd, dus dat is het nu. De scene zoals die was, bestaat eigenlijk niet meer. Het was gecentreerd rond de troubadour en wat clubs op de strip. En die mensen hadden iets met elkaar, maar in eind jaren 60, begin jaren 70 was het ook veel belangrijker dat je fysiek op dezelfde plaats was als je muziek met elkaar wilde maken dan tegenwoordig. Ja. Je kunt nu bij wijze van spreken, zoals de Golden Earring doet, een zanger hebben die op Curaçao woont en het dondert niet, want dan zingt hij daar wat in en dan stuurt hij zijn, weet je wel. Dus dat organische, dat is een beetje weg, heb ik het gevoel, uit de muziek. En natuurlijk wordt er nog altijd muziek in Los Angeles gemaakt en je ziet de laatste tijd dat weer een klein beetje terugkomt. Bijvoorbeeld een band als Venice doet het in Nederland heel goed. Late at night, when she thought that no one was watching at all. Er zijn echt veel bands via Nederland, of die vonden buiten hun eigen stad in Nederland voor het eerst een podium. Of een aanhang moet ik misschien zeggen. Ik was 2 jaar geleden bij het concert van de Eagles in Ahoy. Toch niet de kleinste band. En toen zeiden ze, wij zijn niet vergeten dat toen wij overal nog nobodies waren en niemand van de Eagles gehoord hadden, dat wij hier in Nederland onze eerste prijs wonnen. En toen speelden ze Desperado uit het begin van hun carrière. Desperado, why don't you come to your senses? Come down from your fences. Open the gate. Grappige is, wat wij West Coast muziek noemen, dat is bijna allemaal import. Er zijn, dat
de Eagles, daar komt er geen één van uit Los Angeles zelf. Die zijn allemaal op een gegeven moment, het zijn avonturiers, het zijn mensen die in de schaduw van de Gold Rush dan niet op het letterlijke goud afkomen, maar op de zon, de sinaasappels in de oceaan en een beetje het goede leven. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. De meesten kwamen ergens anders vandaan en ze zochten en vonden elkaar in Los Angeles en dan met name in Laurel Canyon, echt een beetje zo'n hippiewijk net ten noorden van de stad. Nou ja, daar werden woestenfeesten gehouden, daar werd behoorlijk drugs geconsumeerd en daar werd muziek gemaakt aan de rand van het zwembad. Over onvergetelijke momenten zit je in de heuvels net ten noorden van Los Angeles, dus voor een opname voor de Top 2000. Daar zit je cameraman, geluidsman en ik en David Crosby en die zingt Almost Cut My Hair. Nou, zin. Almost cut my hair. It happened just the other day. Hier ben ik bijgebleven. Kijk, dat ik vroeger ook van de Rubettes en Mutt hield, daar loop ik niet zo heel erg mee te koop. Dat ben ik kwijtgeraakt en dat is nostalgie geworden. Maar dit vind ik nog steeds oprecht mooi.